Of niet? Hij heeft lazy al, hè? Als Peter wil. Gaat niet. Oh, Peter. Ik wil wel. Hey, en wat doen we met lazy? Kunnen we een paar dagen op bezoek komen, misschien? Ja, en daarom. Lazy, wacht, jongens, ik geloof dat er iets moois doen staat. Zit je te kijken? Ja, ik vind jou ook wel leuk. Wil je later moeder worden? Weet ik nog niet. Weet je nog niet? Wat voor moeder zou jij dan worden? Weet ik ook nog niet. Dat weet je moeder? Niet. Ja. Moeder toch? Als je later kinderen krijgt, wordt ze toch moeder? Linde is een meisje, dus die wordt moeder. Ben je een meisje, Linde? Ja, ik ben een meisje. Ga nou eens even zitten, ga nou eens even zitten. Het is een gek gesprek. Het is een gek gesprek. Het begon al heel bijzonder met jouw twee moeders. Toen kregen we in één keer iets tussen deze twee. En Hanna krijgt nu pas door dat Linde eigenlijk een meisje is. Ja. Zeg Hanna, Peter en Linde, ik vond het heel erg leuk dat jullie even te gast waren bij me. We hebben lekker gekletst. En als dank krijgen jullie natuurlijk een bak met snoep straks achter. Maar ook een applaus van het publiek. Ja. Hanna, Peter en Linde. Ja. Tot zover wat heugelijke momenten van de vorige serie. Volgende week beginnen we met een nieuwe reeks. Dus nieuwe gasten, nieuwe verhalen, nieuwe BN'ers. En nieuwe vragen, zoals deze. Wat is seks? Tot volgende week. Sorry, man. Als je leuke liedjes zingt, dan heb je soms wel seksische kleren aan. Sexy? Dat je heel gek doet met je kontjes. Met de blote pili en met de blote tieten. En wat liggen. De leukste uitspraken uit Praatjesmakers zijn in een prachtig boek verzameld. Bestel het Praatjesmakersboek voor €12 via www.ncrv.nl/praatjesmakers.